TikTok, is dat nu een dingetje voor recrutering, ja of nee? Ik ga meteen een bekentenis doen. Als er één social media platform is waar ik zelf de meeste tijd doorbreng vandaag, op mijn mobiel dan toch, is het TikTok. Waarom? Die feed is geweldig wat mij betreft. Ik krijg er echt de berichten die mij interesseren en hoe meer ik die berichten bekijk die mij interesseren, hoe meer ik van die berichten bekijk. Er zijn geen dansende jeugdige meisjes die ik in mijn feed zie, maar ik krijg Excel-tips, ik krijg thought leaders te zien, ik krijg nieuws over voetbal te zien wat mij interesseert. En doordat ik die films bekijk en opslag of op reageer of hartjes uitdeel, gaat alleen maar meer van die berichten naar mij komen. Dus de levenssfeer van mensen komt letterlijk tot bij hun. Dus je kan ook rekenen, als je leverancier van content bent, dat het algoritme van TikTok ervoor gaat zorgen dat jouw feed over schrijnwerkerij of jouw feed of jouw bericht over boekhouden tot bij boekhouders komt, dat die mensen bekijken gelijkaardige dingen. Dus ja, organisch is het al wel een ideetje om dat te doen, maar reken er echt niet op dat elk bericht van jou viraal gaat gaan. Het kan daar wel, meer dan waar ooit, maar reken er vooral niet op, want je hebt geen zicht op het algoritme. En voor adverteren is het dan weer interessant en niet interessant. Waarom interessant? Zeer goedkoop. Je betaalt echt heel weinig geld om vandaag jouw bericht op TikTok tentoon te spreiden aan de mensen die het misschien moeten ontvangen. Maar meteen komen we dan ook bij het nadeel. De targetingopties op TikTok zijn vandaag heel beperkt. Dus het is echt niet zo dat je kan zeggen, in een straal van 15 kilometer rond gemeente X of rond gemeente Y, man, vrouw, leeftijdscategorie, al die opties zijn vandaag nog beperkt en geven jou geen oneindige mogelijkheden. Die liggen eerder bij LinkedIn, en voor een stukje ook nog, zeker als het over branding gaat, niet over werkgelegenheid. Bij branding, oneindige opties via Facebook, gaat het over werkgelegenheid, dan is Facebook al een beetje ambetant en geeft hij jou minder opties naar targeting toe. Dus TikTok is echt wel een dingetje, moet je ermee beginnen? Goh, als je denkt, mijn doelgroep is daar vandaag al aanwezig, doen. Zeg je, ik twijfel er nog aan, wacht. Succes.